Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Glasnet Zoetermeer. Tijdens de oplevering van Glasnet is ook VNO-NCW vertegenwoordigd. Met wie heb ik het genoegen? Martinus Wageman, bestuurslid van VNO-NCW Den Haag. Ja, en dan zie je hier zo'n glasnet wat ontwikkeld is door een collectief van ondernemers. Dat vind ik op zich eigenlijk al nieuws. Ja, dat vinden wij een ontzettend mooi initiatief. En we zijn er trots op. Zoetermeer hoort ook bij onze regio. En er zit heel veel innovativiteit hier en ondernemerschap. Dus dat moedigen wij alleen maar aan. Als je naar een totale regio kijkt waar je voor verantwoordelijk bent of medeverantwoordelijk bent. Wat zit er allemaal? Zeg maar, hoe is de spreiding? Want de rest van Nederland kijkt ook mee en die weet dat niet zo goed. Ik praat natuurlijk voor Zoetermeer. Ik onderneem ook in Zoetermeer. Dus ook daarom ben ik hier met name. Maar Zoetermeer heeft heel veel te bieden. Sowieso qua ontsluiting wat al naar voren kwam. ICT, leisure. Bovendien zitten er veel parels aan ondernemerschap. En dan de combinatie met Den Haag, de aansluiting naar Schiphol en de andere regio's. Dat heeft heel veel te bieden. Nou, je merkt hier heel sterk, ik ben vaak in Zoetermeer bij bedrijven, die zijn echt wel op elkaar aangewezen. Ook en echt wel een beetje met elkaar tegen de buitenwereld. Klinkt niet zo gezellig, maar wel dat ze zeggen, nou, we moeten het goed organiseren en zorgen dat Zoetermeer als geheel ook goed zichtbaar is. Absoluut, er wordt ontzettend veel aan gedaan qua city marketing. In mijn beleving staat Zoetermeer goed op de kaart. Die loopt voorop op allerlei fronten. RVOZ is goed bezig. Combinatie met de gemeente Zoetermeer die ook heel druk is en het allemaal aanmoedigt. Dus wat mij betreft ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Per saldo tevreden over het ondernemersklimaat? Heel erg tevreden, absoluut. Ja, heeft heel veel te bieden. Wat ik zeg, het is een verborgen parel. Nou, ik denk dat we daar maar op moeten gaan drinken, toch? Gaan we doen. Proost. Dankjewel.